Hey, schatje. Hey. Ah, dat is een leuke combinatie. Ja? Zeg, zouden wij even mogen binnenkomen? Ja. Ja, ik ben er. Ik ben er. En? Niet te zenuwachtig vanmorgen? Nee. Allee, het is niet meer zo speciaal, hè? Nee, maar het is wel de laatste keer 1 september in de lagere school, hè? Ja. Fleur. Ik was de was aan het doen en toen heb ik per ongeluk... ja. Het is nu niet dat ik in uw spullen zit te snuffelen of zo, maar... ik heb dit gevonden. Dat is van u. Hm? Van uw liefje, toch? Ja. Ik wist het. Zo leuk. Oh, Fleurtje, waarom heb je dat niet verteld? Een liefje, dat is zo leuk. Ja, vertel, kom. Ja, er valt niet zoveel over te vertellen. Het is gewoon Verre. Gewoon Verre? Hm. Ja, die van mijn klas. Oh. Ja, want Alia, in zijn brief... hij lijkt toch wel heel erg verliefd, hè? Ja. Denk je? Natuurlijk. Hier schrijft hem bijvoorbeeld... Liefste Fleur. Ik heb je superhard gemist deze vakantie. En dan hier, PS, gaan we kussen als we... Papa! Ik wil gewoon maar zeggen, Fleur, dat als je vragen hebt over jongens of over de puberteit of zo, of kussen... Eeuw, nee! Fleurtje, wat we gewoon willen zeggen is, als je iets van vragen hebt, dan zijn wij er. Ik heb geen vragen, want ik zit niet in de puberteit. Oké. Maar wat we gewoon bedoelen is... Mocht je iets van vragen hebben, dan zijn wij er. Ja. Hè? Ja. Want dat kan best spannend zijn, hè? Zo voor de eerste keer zoenen. Eeuw, ik ga niet zoenen en ik ben niet verliefd. Laat het gewoon. Oké. Ja. Bon. Zullen wij dan eens beginnen koken, hè? Ja. De spaghetti saus, wat denk je? Ik heb nog wel die plattica. En ik heb ook nog courgette, dus ik kan misschien courgette gebruiken. Ja, ja, ja. Voor de zalm lekker. Je haar is echt mooi, allee, die lengte. Wanneer heb je die geknipt? Midden vakantie ongeveer. Maar ja, het is anders, mag wel, hè. Ik heb je echt gemist. Oh. Hey. 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 Fleur. Oh. Je hebt echt een heel leuk visje aan. Denk je? Ja, inderdaad, echt mooi. Ja. Als Cleo er niet is, moet iemand een compliment geven over de kleren, hè? Ja. Hebben jullie haar eigenlijk nog gehoord? Nee. Allee, de laatste keer dat ik haar nog heb gehoord, was tijdens onze laatste sleepover. Ah, nee, dat is zo raar, want allee, die antwoordt ook niet op mijn berichten. Ja, bij mij ook niet. Denken jullie ook niet dat ze super saai zijn zonder haar op school? Ja, maar gelukkig hebben we wel allemaal een vriendje, hè? Cleo. Ja, bij mij ook. Naar buiten kijken voor een verrassing. Ik denk dat dit een prank is of zo. Wow. Cleo. Hey. lol, dat was echt goed. Wat doe jij hier? Aha. Ik zei toch dat ik het ging oplossen. Goedemorgen iedereen. Welkom op de eerste schooldag en welkom in het zesde leerjaar. Gaan we allemaal zitten?
Voor wie mij nog niet kent, ik ben meester Sander. Ik stel voor dat we beginnen met een rondje waarin iedereen zichzelf kort even voorstelt. En jij mag beginnen. Ik ben Cleo. Ja. En dus nu bleef ik over de week bij mijn tante, zodat ik toch dicht bij school ben. Ja, gelukkig. Iedereen is zo klein ineens. Zo? Ja, we zijn nu wel de grootste van de school, hè. Vinden jullie nu ook niet dat er nog iets spannend moet gebeuren voordat we hier weg zijn? Oké, wacht. De doellijst van de lagere school. Ik wil wel eens op school hebben geslapen. Oké. Okay. Leur, wat zou jij nog graag willen doen? Ja, ik weet niet. Misschien... ik zou graag die prijs winnen voor de beste wiskundeleerling. Fleur. Wat? Saai. Is dat het enige wat je nog wil doen? Ja, ik weet niet. Ik bedoel, er is niet echt dat er hier ooit iets spannends gebeurt of zo. Toch? Kijk eens. Weet jullie wie dat is? Kijk eens. Poster Waarheid. Waarheid? Heeft hij nog andere posters of is dat de enige? Ja, maar je gaat er niet zo blij mee zijn. En jij ook niet, Fleur. Zo? Hier gebeurt nooit iets spannends, hè? Ferre is dus mijn vriendje. En ik weet dat dat misschien een beetje raar is. Omdat ik altijd vond dat Luna en Amelie te veel bezig waren met jongens en zo. Maar dan vroeg Ferre het aan in het begin van de zomervakantie. Ik heb ja gezegd, maar wel nadat ik het eerst aan Luna had gevraagd. En ze zei dat ze totaal niet meer verliefd was op Ferre. Want ja, ze is echt al heel lang samen met Timon. Maar dan plots die foto. Heeft Luna gelogen? We hebben elkaar er niet meer over gesproken sinds dan, want we waren de hele tijd aan het zoeken naar de identiteit van Waarheid. Die we niet hebben gevonden trouwens. Echt heel raar. Maar het ding is, als Luna gelogen heeft tegen mij, hoe weet Waarheid dat dan? Dan moet Waarheid toch keigoed bevriend zijn met Luna. Ik ben zaterdag vrij, dus misschien kunnen we iets gaan doen. In het park of zo. Ja, leuk. En dan kunnen we de jongens uitnodigen en dan doen we een triple date. Oh, top. Een triple date? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als een double date, maar dan met drie. Dus eigenlijk een driedubbele date. Maar moet dat echt met de jongens erbij? Nee, dat is toch ook gewoon leuk als we dat met z'n vier doen? Ja, maar... Dat doen we altijd al, Fleur. Maar op de duur is dat gewoon niet meer leuk als we dat altijd met de jongens doen. En ja, dat is... Hé. Hey. Hebben jullie gezien wat die Waarheid gisteren heeft gedeeld? Ja, also dat ik zou wenen omdat Ferre en Fleur samen zijn. Maar weten jullie eigenlijk wie dat is? Oeh. Jij niet, of wat? Ik heb wel betere dingen te doen. Ja, en het is sowieso iemand met veel te veel tijd, hè. En geen vrienden. Dus, jij nodigt Adem uit en jij Ferre? Maar hij wordt sowieso superleuk. Ja, ik moet eigenlijk iets bekennen. Want ik wil niet dat de jongens erbij zijn zaterdag. Allee, ik vind Timon en Adem wel leuk, hè. Ja, en Ferre. Maar het ding is, Amelie en Luna gaan de hele tijd dat kusspel draai de fles willen spelen.
Of ja, iets anders wat erop lijkt. Maar Ferren en ik hebben nog niet gekust. En we hebben elkaar ook nog maar één keer alleen gezien. En ja, dat was gisteren in de gang. Maar dat weten de anderen niet. Deze zomer heeft Ferren ook een paar keer gevraagd om af te spreken. En ik zei elke keer dat ik het te druk had. Ja, het is niet dat ik niet wou afspreken met hem. Cleo is net zoals mij. Zij is ook de enige die liefjes en jongens totaal niet belangrijk vindt. Ja, en zij zei dat Ferren niet moest komen. Ja, dat ik dan moest zeggen tegen Luna en Amelie dat hij niet kon komen. Dan is het probleem opgelost. Als Ferren niet komt, dan hoef ik ook helemaal niemand te kussen. We're at the same place at the same time. Do you see me? I hope you do. I wanna ask about your new place. But I won't, cause I got everything. Every time I close my eyes, a picture runs. On Friday night, I remember all our summer. Heb jij Ferren al gevraagd voor zaterdag? Zaterdag? Wat is er dan? Timon en Adam die komen dan naar het park en dan gaan we wat spelletjes spelen en zo. Dat wordt superleuk. Kom jij ook? Ja, leuk. Graag. Oké, supergoed. Wat gaan we eigenlijk zaterdag doen met de jongens? Waar het ook nog doen? Escape. Dat hebben we echt al 5000 keer gespeeld of zo. Time's Up, dat is zo een raadspel. Oké. Okay. Oeh, en als je het niet kan raden, dan moet je kussen. Maar moet dat echt? Allee, ja, kunnen we niks anders verzinnen of zo als je verliest? Nee, Fleur, kussen is echt perfect. Fleur, hebben jij Ferren ook al gekust? Maar dat moet toch niet? Of kussen alle mensen die samen zijn? Ja, dat. Waarom? Anders ben je gewoon vrienden. Maar ik begrijp dat niet, want tongen zijn gewoon vies. En dan ruik je de anderen zijn adem als je die kust. Dat is gewoon... Fleur, kom, kom. Dat is echt niet zo erg. En, allee, er is echt niet zoveel aan. Nee, en je moet ook geen tong gebruiken als je dat niet wil. Maar dan nog lijkt me echt verschrikkelijk. Maar dat is gewoon omdat je dat nog nooit hebt gedaan. Fleur, je moet het gewoon eens gedaan hebben. En wie is er dan beter om dat mee te doen dan Ferren? De knapste jongen van de klas. Vind je Ferren ook wel leuk? Want je lijkt niet echt verliefd op hem of zo. Ja, maar ze moeten toch ook niet verliefd zijn om te kussen? Ja, maar ze moeten ook niet kussen als ze dat niet willen. Maar zelfs zou ik dat willen, dan... Ja, ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen. Ah, maar dan heb ik een idee. We organiseren een kusschool. Kussen op school. Maar nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, ik leer jou hoe je moet kussen. Dat is een supergoed idee. Ja, ik... Ik weet het niet. Oké. Oké dan. Komt wel goed, hè? Ja, wij helpen jou wel. Please. Oké, dus. Ik heb bij. Voor de zachte lipjes. Tegen de slechte adem. En... Voor wat heb ik dat nodig? Ja, dus als wij weg zijn, kan je daar oefenen. Oké. Oké, stap 1. De voorbereiding. Ja. Oké, dan slaan we even over. Stap 2. Hoe kan je Ferren, of ja, Luna, duidelijk maken dat je wil kussen? Luna? Ja, je moet toch iemand hebben om op te oefenen?
Het is oké, Fleur. Oké, ga tegenover elkaar zitten. Oké, en kijk elkaar in de ogen. Maar wel een beetje lachen, hè. Ja, het moet leuk te zijn. Oké, perfect. En dan nu de lippen. Luna. Sorry. Oké. Dus, kijk naar Luna. Glimlach. En de volgende stap, je kantelt je hoofd, je ontspant je lippen en dan tuit ze. Maar ik moest toch glimlachen? Ja, eerst glimlachen, dan tuiten. Maar niet zo overdreven als Luna dat doet, want ja, je moet er niet uitzien als een eend. Oké. Ja, en niet vergeet te kantelen, hè. Want anders botsen jullie neus tegen elkaar. Wacht, naar welke kant moet ik kantelen? Ja, dat maakt niet uit. Ja, maar is daar geen regel voor? Want stel nu dat ik naar dezelfde kant kantel als zij. Nee, kom, doe gewoon. Luna, kom aan. Sorry, dat ziet er zo belachelijk uit. Kom, opnieuw. Paps! Ik kom later wel terug. Dag! Ja, Faye heeft weer al gestuurd dat hij superveel zin heeft in zaterdag. Met allemaal hartjes en kus-emojis erbij. Dit zijn dus Amelie haar tips. En nu is de bedoeling dat ik daarop oefen voor morgen. En misschien moet het zo wel lukken. En misschien hebben Luna en Amelie wel gelijk. En is het helemaal niet zo erg. Alleen dat oefenen op die poster vind ik wel wat raar. Maar ik heb het Amelie beloofd. Ik kan niet geloven dat ik ga kussen met een blad papier. Verre. Oei. Papa. Sorry. Papa, wacht. Niet tonen, dat is vals spelen. Fleur? Oké, dus we spelen het spel in teams van twee. Timon en ik, Adam en Amelie en Fer en Fleur. Degene die aan de beurt is, die moet dan een woord trekken en dat dan uitbeelden. Als het juist is, dan is de andere gewoon aan de beurt. En als het fout is geraden, dan is het volgende team aan de beurt. Maar eerst moeten ze kussen. Ik wil wel beginnen. Drie, twee, één, go. Een raamwasser. Een schrijver. Een schilder. Ja. Nu is het aan jou. Een hert. Een koe. Een stier. Een slak. Ah nee, die heeft geen staart. Kom aan. Is het een dier? Stop. Tijd is om. Een duivel. Ja, ik keek boos. Een staart, horens. Hallo. Oké, maar dan nu moeten jullie kussen. Eén, twee, drie, go. Iemand kittelen? Een fluit? Dat is echt moeilijk. Ik weet het niet. Stop.
Een saxofoon. Ja, maar ik ken toch niks van muziek? Nee, maar dat is echt wel expres. Waarom zou ik dat nu doen? Verder, Fleur, wie staan jullie? Start. Fotograaf. Ja, dat was het. Go, Fleur. Kan ik een nieuwe pakken? Nee, dat mag niet. Eén, twee, drie, go. Een egel. Een kat die slaapt. Een hond die slaapt dan. Een bal. Een ijsbeer. Stop. Fleur? Maar wat was je woord eigenlijk? Een steen. Dat was mijn woord. Serieus? Dat is echt al heel moeilijk, hè? Dat is toch de bedoeling? Oké, maar... Nu kussen. Sorry. Ik ga naar huis. Ik moet naar het toilet.